Goedendag, dames en heren. Welkom terug bij ARK Survival Evolved hier op de Vanilla Server. En ik ben blij dat we de vorige keer de Riot Gear hebben gemaakt. Ongelooflijk, het ziet er wel heel en heel erg stoer uit. Tenminste, de chest piece. We gebruiken natuurlijk nog steeds onze flag helm, onze flag gloves en de schoenen. De schoenen van Riot, die zijn ook gaaf. Helaas geven ze niet de extra insulation die dat wij graag wouden. Maar hey, het is nou helemaal zo. We hebben hier natuurlijk... Really? Oké, dat lijkt mij vrij... Slicy Tikra staat daar en legt hier. Maar ik heb hier de bende dus een beetje opgeruimd. En eigenlijk was ik vandaag van plan om te beginnen te bouwen met onze schaapskooi. Onze schaapshutje. Het wordt niet zo'n uitgebreide kooi als dat we eerder hebben gedaan. We gaan hier een soort lean-to maken, denk ik. Zoiets. Maar ik was wat materialen nodig. Dus we zijn erop uit geweest wat materialen te farmen. En dat vond ik nog een hele leuke theme. Maar het is eigenlijk een theme die ik liever niet doe met Magic Berries. Want het is een berry-eter en ik vind ze gaaf. En hij is hoog level en dan wil ik niet verprutsen. Ook, ik heb onze andere raptor weer gevonden. Snaptor is er nog gewoon, dames en heren. Snaptor stond hier verstopt voor Megan. Hier. En Megan heeft nogal een buik. Dit is Megan de second, overigens getemd door Ancolius. Maar Megan heeft nogal een buik. En achter die buik, daar kun je best wel een raptor kwijtraken. Ik denk zelfs dat Megan haar buik groot genoeg is om twee raptors achter kwijt te raken. En yep, het ziet er nog steeds glitchy uit. I don't know. Ik weet het niet meer, jongens. Ik weet gewoon niet meer. Ik snap ARK niet meer. De updates die zijn er alleen nog maar om te pushen naar de final release. Ik vind het jammer dat ARK overgenomen is door Sneel. Of Wildcards over is genomen door Sneel. Onze farmer die zat zonder Iced Potted Jars. Dus hij was gestopt met fertilizer geven. Dus we hebben niet zo heel veel fertilizer meer in onze crop plots. Maar goed, dat staat weer aan. Die doet het weer. En alles is super... Wauw, het is nu wel super, super, super blurry. Super, super, super extreem blurry. En ik weet het ook niet helemaal. Ik snap er niks van. Want op de Survival Plus zitten wij op dezelfde map, dezelfde instellingen. En heb ik er veel minder last van. Dus ik weet het echt gewoon niet meer. Wel weet ik dat wij eitjes nodig zijn van microraptors. En er zitten regelmatig in dit veld hier veel microraptors. Nou kunnen we die niet makkelijk zien door de grote hoeveelheid gras die op de dier groeit. Kom eens hier, Kano. Jij zit mee in de weg. En Spitwater, die kan wel wat leveltjes gebruiken. Dus Spitwater, wat leveltjes erbij. Nee. Kano. Je gaat toch verliezen. Dus verlies het allemaal gewoon meteen. Gewoon nu. Goed zo. Zo doen we dat. Kano probleem opgelost. Er zit nog een Rex probleem. En die is met Diplodocus in gevecht. Maar ik ben dus eigenlijk op zoek naar microraptors. En dan vind ik die regelmatig dat ze hier wat rondhangen. Ze zijn niet te zien door het hoge gras. Dus misschien moeten we gewoon even een klein stukje naar beneden. Nee. Archie, hou je er gewoon even buiten. Ik ben zoekende naar microcampers. Ik zal die Archie heel gauw. Ik wou hem heel even helpen, maar het mislukte. Ik wil gewoon een microraptor. Het liefst twee microraptors. Of drie microraptors. Ik heb een beetje rare flowers bij me. Ik hoop dat er genoeg is. En anders moeten we nog maar wat farmen. Hoewel hier super dichtbij geen microraptors. Of geen microraptors. Oh mijn god, mijn focus. Mijn focus is weer laag. Ik ben gisteravond in slaap gevallen op de bank. Holy damn, dat is niet goed, mensen. Dan krijg je niet je nachtrust. En je nachtrust, dat ben je gewoon 100% nodig. En ik had verwacht dat wij een lange microraptor hadden gevonden. Maar goed, maakt niet zo veel uit. We gaan er wel eentje vinden. Maar je nachtrust ben je dus altijd nodig, dames en heren. Hoe dan ook, nachtrust is super, super belangrijk. Waarom word ik hier altijd lastig gevallen door microraptors en nu niet? Wat is dit voor oplichterij? Hebben alle microraptors zich verenigd en zijn ze zich gaan verstoppen? Is dat wat er is gebeurd? Is dat wat hier gaande is? Oh, halt, microraptor. Hit 1. Really? Oké. Spitwater, gedraag je. Oeh, male microraptor level 90. Ik denk niet dat het erg lang zou mogen duren dat hij optuimt. Ik denk ook niet dat hij 25 jaar flowers gaat eten. Oké. Nee. Jongens, dit hadden we niet afgesproken. Jullie zouden Spitwater met rust laten. Hé, hey, wij zijn hier een microraptor aan het temmen. Laat Spitwater met rust. Wat is dit nou weer voor oplichterij hier? Eerst zijn alle microraptors zich aan het verstoppen en vervolgens gaan jullie Spitwater aanvallen terwijl... Niet die bronto hitten. Oké, dankjewel. Oké, die Bronto heeft geen gevoel in zijn hoofd.
En, oh yes, Microraptor is getemd. Oké, dan kunnen we hier weg. Let's go. Nee, Microraptor, kom maar hier. Nee. Passive. Kom. Wow. Magische Microraptors. Ik heb ook geen... Oh, hier is die. Wow. Auw. Hé, viel mee. Dit is geen zeer. Oh, dit wel zeer. We zijn gewoon in ongelofelijke vertraging in. Volgens mij heeft die Carno ruzie gezocht met de verkeerde vijand. Kijk nog eens even hoe die Carno erbij ligt. Arme Carno. Oh, yes. We hebben hier Microraptor nummer 1. Dit is een mannetje. Hebben we niks aan. We gaan verder op zoek naar een vrouwtje. Dames en heren. En dan zijn wij er zo weer. Denk dat wij nog een Microraptor hebben mogen vinden. Waar of die heen is? Geen idee. Oh, Instellingen zijn aangepast. Oké, niet boos worden. Laat me eerst even kijken. Ben je een mannetje of een vrouwtje? Je bent een mannetje, maar level 145. Ik zie het probleem niet. Ik denk dat wij een level 145 mannetje ook gewoon zouden moeten mogen temmen. Ik weet het, twee mannetjes is helemaal niet nodig als je voor de eitjes gaat. Maar ik denk wel dat dat enigszins bijdraagt aan de kwaliteit van de eitjes. Ik denk dat de vrouwtjes blijer zijn met eitjes van een hoog level man. Was dat geen hit? Ben je nog niet nokkie? Was dat weer geen hit? Waar is die heen? Hier is die heen. Oké, ze relaxen in ieder geval wel weer super snel. Dit is een super microraptor. Dit is een boss. Dit is helemaal geen microraptor. Dit is een uber OP microraptor. Oké, is wel nokkie. Ik ben erg hongerig. Wat heb ik boos gemaakt eigenlijk? Heb ik iets boos gemaakt? Is die Bronto boos op mij? Nee, die Bronto is niet boos op mij. Laten we eens heel even eten. We zijn onze Archie nodig. Kom hier, Archie. Oké, land. Maar ik heb dus de settings ook weer aangepast. En nu is die mist weer weg. En nu zijn mijn frames weer weg. En I don't know, jongens. Oh, ik heb... Nevermind. We zijn mijn Archie helemaal niet nodig. Ik heb de Revlowers gewoon bij mij. Oh, wauw. Misschien zijn we hier nog wel een beetje narcotics voor nodig. I don't know. Level 90 hebben we er niet eens naar gekeken, want toen waren we in gevecht. Omdat er iets besloot dat Spitwater aangevallen moest worden. Wat is... Oh, zit ik vast? Spitwater. Oh, wauw. Oké, Microraptor stemmen is eigenlijk niet zo moeilijk. Kom maar, gaan we weer verder. Wel zag ik hier volgens mij meteen nog één lopen. Er was eentje die maakte mij knock-out. En vlak voordat ik knock-out ging, zag ik een ander lopen. Daarvoor ging ik eigenlijk even rusten. En toen werd ik belaagd door deze level 145. Ik heb geen idee. Misschien is die wel weggerend omdat wij deze aan het temmen waren. Ik heb geen idee. Ik hoopte eigenlijk dat dat een vrouwtje is. Want om eitjes te krijgen schijnen we toch vrouwtjes nodig te zijn. Aangezien mannetjes niet de mogelijkheid hebben dat eitjes leggen. Wel zie ik weer paarden lopen. Ik blijf geïnteresseerd in e-quest mensen. Ik blijf het super gaaf vinden. Maar we zijn nu op zoek naar microraptors. En ik denk dat we nog even heel even ons best gaan doen om een vrouwtje te temmen. En we kunnen er twee tegelijk meenemen. Want ik denk dat onze Archie ook wel een microraptor op kan pakken. In ieder geval, dat hoop ik. Dan gaan we gewoon proberen. Ik ga nog even op zoek naar een vrouwtje alweer. Nee, nog steeds. Maar het gaat lukken. Hoe dan ook, het gaat ons lukken. Ik beloof het jullie. Wij gaan nog vrouwtjes vinden. En niet één, maar minimaal twee vrouwtjes. Want dat heb ik altijd. In Kibbelfarm vind ik twee vrouwtjes. Absoluut twee vrouwtjes. Het liefst zelfs drie vrouwtjes. Maar soms moet je ergens een grens trekken. En ik denk twee vrouwtjes in eerste instantie genoeg is. Dames en heren. Tot zo. Oh. God, dames en heren. Nee. Oh nee. Deze Pecky Rhinosaurus. Die maakt net de eerste female Microraptor dood of dat ik heb gevonden. Holy damn. Ik kwam nog wel een Microraptor tegen. Of laat ik het zeggen, hij kwam mij tegen. Ik vloog op mijn Archie. Boven de afgrond. Hij raakte mij. Oh yes, hier is nieuwe gespawnd. Oké, sowieso meetboosten. Dus één van hun is een vrouwtje. Dat is een mannetje. Die mij tegenkwam was dus ook een mannetje. Maar die nokte mij. Oh, level 15 vrouwtje. Maar die is meetboosten. Dus dan is dat ook weer een mannetje. Een mannetje van 150. Oké, maar we moeten realistisch zijn. We moeten realistisch blijven. We moeten hier even van deze gevaar uit de weg helpen. Anders worden wij weer opgegeten op het moment dat wij enigszins iets proberen te temmen. En vrouwtje is het belangrijkste. Een 150 mannetje is niet verkeerd. En hier spawnen ook gewoon terrorkippen van level 130. Dus we hadden helemaal niet naar de Redwood Forest gehoeven. Holy damn, hoeveel raptors mogen hier ook weer lopen? Ik zoek geen raptors, ik zoek microraptors. Kom hier raptors.
Oké. Okay. Maar goed, ik heb dus mijn Wiven meegenomen om spullen en mijn Archie weer op te nemen. En de Wiven is verschrikkelijk en verschrikkelijk veel sneller. Ik zie ze niet goed meer. Holy damn, dat lange gras, dat speelt ons parten. Oké, wat valt mij nou nog aan en waar staat hij? Ik zit vast, ik ben te dik, ik weet het niet. Ik kan in ieder geval niet lopen nu. Oké, nou kunnen we weer lopen. We zaten dus vast op die raptor. En er komen gewoon nog weer carno's bij. Wat is dit toch allemaal weer? Ongelooflijk. Hoeveel vijanden kunnen we hier tegenkomen, mensen? Oké. Is dat die level 15 vrouw? Maar, nee, dat is die level 55 man. Oh, mijn god. Ze zijn... Oh, daar bij die steen. Is dat die level 15 vrouw? Daar loopt ze. Het is amper te zien. Het is gewoon echt amper te zien. Dat is die man van level 150. Maar die is niet meer mateboosted. Dus dat houdt in dat dat vrouwtje hier dichter bij dit mannetje van 55 loopt. Dus bij dat mannetje van 150. Holy damn, waarom zit ik steeds vast? Oké, is dit het mannetje van 55? Is dit dat mannetje? Ja, die is ook niet meer mateboosted. Waar is dat vrouwtje nou weer heen? Ga me niet vertellen dat dat vrouwtje... Oké, never mind. Ik ben het zo zat dat ik de hele tijd vast zit op jouw spitwater. Ik gebruik jou gewoon. Uh-oh. Dat mannetje is aan het vluchten. Dat mannetje is ook aan het vluchten. Oeh, daar is de derde. Dit is de derde. Deze hier. Val mij aan. Nee, 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 nee. Kom hier. Val mij aan. Kan ik jullie oppakken? Nee. Oh, mijn god. God, de level 15 vrouwtje is hier alweer ergens verdwenen tussen het lange gras. Misschien is het wel recht omhoog vliegen. Ik heb geen idee welke van de drie daar nou loopt. Maar daar loopt er nou eentje, ergens. Oh mijn god, dat is gewoon niet te doen. Ze zijn niet te zien hier in het lange gras. En ik denk ook dat de mapmaker dat juist bewust heeft gedaan. Aangezien een micro... Oh, oké, dat is dat mannetje van level 150. Oh mijn god. Waarom kan het zo moeilijk zijn om gewoon een klein vogeltje te vinden die een eitje voor me moet leggen. Zodat ik die nog kan temmen die ik graag wil temmen. Oké, wat was daar? Gewoon een donkere vlek. Daar is een PTE. Oh mijn god. We kunnen natuurlijk de mannetje van 150 Nokkie proberen te maken. En dan nog een keer gaan zoeken naar de vrouwtje van level 15. Maar ik heb natuurlijk geen idee. En waar ze is... Het is nog steeds een mannetje van 150 en waar die andere twee dan weer heen zijn, ik heb geen flauw idee. Meestal rennen ze niet super super ver weg, dus dan zou je zeggen dat ze hier nog ergens moeten zijn. Misschien bij deze Bronto in de buurt? Misschien hebben ze wat gevonden om aan te vallen en dan zijn ze wel weer verder gegaan. Ik zie daar nog wel een pekje Rhino vechten met Raptor en Carno's. Daar ligt nog een dode Rex. Oh, nee. Het ene vrouwtje, het eerste vrouwtje wat ik überhaupt tegenkom, wordt gedood door een Pachyrhinosaurus, notabene. Een Pachyrhinosaurus. En het volgende vrouwtje wat ik tegenkom, die verdwijnt als een ninja. Op klaar lichte dag, notabene. Er zijn geen schaduwen om je achter te verstoppen en nog steeds weet zij weg te komen. Oh, yes. De regen benadrukt nogal de stemming die of dat ik heb. Een beetje droevig. Hoe moeilijk kan het zijn om een Microraptor vrouwtje te temmen? Hoe moeilijk kan het zijn om een Microraptor vrouwtje te vinden? Laten we dat voorop stellen. Misschien is we gewoon wat verder weg vliegen. Dan rende het gras niet meer in. Of we zetten onze render distance gewoon op view distance. Op low. Apply. Safe. En weg is het gras. Dit scheelt in ieder geval al een heel stuk. Nou rende het gras niet in. Dus nou kunnen we daar een Microraptor zien. Ik denk dat dat die van level 150 is. Oh, laat me dat zien. Ja, dat is die van 150. Oh, dat is een tasje. Ik dacht dat ik daar ook nog wat zag, maar dat is een tasje. Oh mijn god, ik zie die andere twee gewoon echt niet meer. Ook zo niet. Ook zonder gras zie ik die... Oh, weird. De verlichting hier op deze map is bankers. Is echt raar, is echt slecht. Ik snap er niks van. Als ik een beetje omhoog vlieg, dan ziet het er super donker uit. Kijk ik weer naar beneden, ziet het er... Oh, Alpha Raptor. Oké. Die Alpha Raptor, die kunnen we natuurlijk altijd naar beneden lokken. Maar misschien zijn mijn Micro Raptors wel naar beneden gegaan. Oh, wacht, halt. Ho, daar zie ik er een. Dat is haar. Dat is haar! Oké, okay, Ice Wiven, pas op voor die Alpha Raptor.
Oké, crap, ze is weer weg. Ze is alweer weggevlucht. Ze rent alweer weg. Gaat we haar naar beneden gejagen? Nee, ze rent hier, bij die steen. We moeten haar naar beneden jagen. Dat kunnen we haar zien. Daar groeit geen lang gras. Hier groeit ook geen lang gras. Minder lang gras. Hier groeit minder lang gras. Oké, dat was een hit. Ik heb het niet weg zien rennen. Ze was maar level 15, dus in theorie zou 1 hit genoeg moeten zijn. Maar dat was het niet. Dat was het wel! Oh mijn god, een level 15! Oh yes, een vrouwtje! Oh, wow, wow, wow! Ongelooflijk, ik had de moed al bijna opgegeven. Oké, wij gaan veilig op Spitwater zitten. We wachten heel even hier totdat ze getemd is. Dat zou vrij instant moeten zijn, want die 145 was ook vrij snel getemd. Dat is een Meganeura. Ik zie verder ook zo geen Microraptors meer. Lady. Ben je nou getemd? Yes, zij is getemd! Als je nou eens op unfollow gaat, gaan we eens even proberen. Kunnen we jou oppakken met onze Archie? Nee, dat kan niet. Oké, ga maar op follow. Kom, follow, snel. Je kunt vliegen, toch? Oh, ze kunnen ook nog niet vliegen. Ook. Maar we hebben haast, want we moeten gauw onze Wyvern weer ophalen. En onze Wyvern die moet... Oké, nee. Ze houdt ons redelijk bij. Oké, nice. Onze Wyvern die moet hier heel snel weg. Wat loopt hier nou nog? Dit is die 150 man zeker. Ja, dat is waarschijnlijk die 150 man. Kan ik me momenteel even niet al te druk om maken als ik heel erg eerlijk ben. Heeft ons bijgehouden? Ze heeft ons bijgehouden. Oké. Jee. Let's go. Oh. Oh, ik dacht heel even dat die zeber ons aan zou gaan vallen. Ik denk dat we er gewoon even onder onze base alles neerzetten. Even alles doodmaken. Even kijken, kunnen ze dit bijhouden? De Archie die kan dit in ieder geval 100% niet bijhouden. Oh, de Microraptor wel. Is de Microraptor nou gewoon sneller als mijn Archie? Dat zou toch helemaal perfect zijn. Oké, dan landen we hier. Gaan we gewoon even die man op onze schouder wegbrengen. En, Ja, wat gaan we doen? Unfollow. Allemaal unfollow. Denk ik? Nee. Wyvern. En Archie gaat op follow. Vliegen we hierheen. Even gauw. Wauw, de crap, de lag. Je moet er van houden. Voor Ark. Oh mijn god, Ark. En ik weet het niet, mensen. Ik denk echt absoluut dat het eigenlijk niks, die mist niks met mijn instellingen te maken heeft. Maar dat het daadwerkelijk gewoon met mijn videocard drivers. En aangezien ik AMD draai, Microraptor, jij blijft even hier. Jij moet ook van follow af. Oké, jij staat niet op follow. Je bent wel insane indrukwekkend level. Waar is mijn Archie nou weer? Is mijn Archie nou weer ergens vast of is mijn Archie zo traag? Ik weet het gewoon niet. Ik weet wel dat we bijna doodvriezen hier. Oké, Spitwater, volg mij. Hey, Spitwater. Ja, hoppa, zo doen we dat. Dan gaan we nou gauw naar beneden, halen we onze Microraptor op. Die staat daar klaar op ons te wachten. Dan hebben we ons eerste vrouwtje. Die zetten wij tussen de twee mannetjes neer. Dat zou haar toch absoluut moeten stimuleren om snel eindjes te gaan leggen. Oké, jij stopt met volg. Jij, kom op mijn schouder, gauw. En, I don't know, ik weet niet waarom mijn frames hier zo verschrikkelijk veel slechter zijn dan daar. Ik heb echt geen idee. Misschien komt het wel omdat we hier bouwwerken in moeten laden. Ik weet het niet helemaal. En om heel eerlijk te zijn, nu ik de instellingen van Ark hoger heb, vind ik Ark lelijker. Ik weet het echt niet. Maar we moeten niet te vaak zeuren over onze instellingen. Niet te vaak praten over onze instellingen. Laat ik het zo noemen. Oké, Archie, ga hier staan. Spitwater. Oké, jij, Microraptor. Kom mee. Kom. Gaan wij gauw dicht bij de S-Plus item collector staan. Kom. Oh, waar? Ah, damn. We hadden over de nieuwe brug moeten gaan en niet hier over de oude brug. Die nieuwe brug heb ik aangelegd voor puur voor dit nut. Puur hiervoor. En nou, nog loop ik uit gewoonte nog steeds naar boven. Wel over de brug. Goed zo. Zo gaat het lekker. You are cold. Oh nee, we zijn nog steeds aan het doodvriezen. Helemaal aan het doodvriezen. Is op zich nog geen enkel probleem. Ja, mooi. Daar sta je goed. Zetten we jou ook een klein beetje dichterbij. Dat zou ons vrouwtje van level 22 toch echt wel onder de indruk moeten zijn van ons mannetje van level 134 en ons mannetje van level 217. Hier hebben we de S-Plus item collector en daar is nog een beetje... Oh. Iets te lang gescrolld. Daar is nog een klein beetje ruimte voor enigszins wat eitjes. Dat doodvriezen begint nou wel vervelend te worden. Laten we hem gauw weer wat meer fur aantrekken. Dan gaan we in ieder geval niet helemaal dood. Oh mijn god mensen, wat heeft dit lang geduurd. Ongelooflijk lang geduurd. En dan houd ik nog in dat we eigenlijk moeten we nog wat 5 eieren hebben.
denk ik, minimaal 5 eieren. Dus we moeten eigenlijk nog een vrouwtje zien te vinden. Ik denk niet dat we dat nog op opname doen. Want dan ben ik al zo verschrikkelijk lang bezig met die microraptors te vinden. En te temmen en te laten zien aan jullie dat de aflevering al bijna vol is. Wat is dit nou voor onzin? En dat allemaal omdat ik één dino wou temmen. Die dino... Ik hoop dat jullie het net zo gaaf vinden als ik. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik er een hoog level van heb gevonden. En met mooie kleuren. Dus dat gaan we straks zien. Ik ga nog even kijken of we nog een vrouwtje kunnen vinden. Ik denk dat we dat level 150 mannetje dat daar loopt. Dat we die gewoon met rust gaan laten. Alhoewel hij is 150. Dat zou een perfect team moeten zijn. Nee. We laten hem. We hebben twee mannetjes. Eén hoog level. Dat laten we zo. Oh yes. Dames en heren. Ik zoek gauw nog even alleen verder. En dan zijn wij zo weer. Terug bij jullie. Zijn we weer. Dames en heren, ik heb, nadat ik de laatste clip heb gemaakt, nog twee vrouwtjes gevonden. Eentje was, I don't know anymore. Maar deze vrouw die was, nee. Oké, die vrouw, nee. Oké, nee, dit is de vrouw. Oh yes. En hier hebben we dus nog een vrouw. Die is nu level 82 en deze was level 95 of zo. Die is nou level 142. Die hebben ons al 7 eitjes gegeven. Sterker nog, ik heb die 7 eitjes al omgetoverd tot kibbel, microraptor kibbel. En nu gaan we erop uit. Ik heb nog 54 darts bij mij. Dat is niet insane veel. Maar we zitten met de tijd, mensen. Deze video moet al bijna online. Oh mijn god, moet nog editen, renderen. Alles erop en eraan. Het overkomt mij de laatste tijd steeds vaker. Maar dat komt. We zijn met meerdere dingen, meerdere games bezig op het kanaal. En oh, nieuwe games. En oh, settingen die niet mee willen werken. Maar hier ergens zag ik het doelwit lopen. Wat of dat ik wel ga temmen. Ik hoop gewoon dat hij er nog loopt. Er loopt hier. Daar loopt hij. Dat is hem. Dat is mijn doelwit. Oh yes, male iguanodon, level 145, geef mij mijn gun. Laat mij darts knallen, laat mij darts op hem knallen. En we beginnen met een hit, dat is altijd al wel fijn. Oké, gaat hij mij aanvallen? Als het goed is gaat hij me gewoon aanvallen. Kijk, en dat is op zich wel lekker, want zolang hij mij aanvalt kunnen we dus gewoon schieten. Onze boomtijger die kan dit makkelijk tanken. Dus eigenlijk wordt dit gewoon ook weer een makkelijke tame. Dit is bijna een taming pen op wielen, op poten. Een taming pen die rond kan rennen. Oké, ga je nou in je runaway mechanic? Nu al? Really? Zo vroeg al? En eigenlijk had ik gehoopt dat je de andere kant op zou rennen. Eigenlijk had ik gehoopt dat je de bevers op zou gaan zoeken. Maar dit... Really? Was dat alles wat of dat je nodig was? Troodons heb ik slechte ervaring mee. Stomme troodons. Die troodons die doen niet alleen verschrikkelijke damage. Die doen torpo damage. Die doen stamina damage. Die doen alles erop. Oh nee, arme dodo. Arme dodo. Hij is gesneuveld. Oké, microraptor die vlucht ook al. Let's go. Hier hebben wij microraptor kibbel. We hebben het niet voor niks gedaan. Ik hoop in ieder geval dat ik het goed heb gelezen. En dat deze daadwerkelijk microraptor kibbel nodig is. Want ik wil een male iguanodon van level 145 temmen, mensen. Vertel me nou alsjeblieft gewoon dat dit de goede kibbel is. Doe maar. Ja, eet maar. Bijna. Oh, dat was hem. Oh, en dat is de juiste kibbel. En wij hebben aan 3 kibbel genoeg. Nee, 4 kibbel. 4 kibbel hadden we al genoeg gehad. Maar dat maakt mij niet uit. We hebben microraptors. Microraptors zijn cool. We hebben... Ik zag nog een level 145 vrouwtje. Die is mij ontkomen. Die is ontsnapt. Holy damn, mensen. Ik ga hier heel even zitten wachten totdat deze alles op heeft gegeten. Zo gauw die alles op heeft gegeten, dan ben ik zo weer terug bij jullie. Is alles veilig? We moeten goed alles in de gaten houden. Verkeerde kun. Deze kun moeten we hebben. Straks gaat hij troet in het eten gooien. We moeten oppassen met zo. Oh, nog een Lystrosaurus. Levensgevaarlijk al die Lystrosaurus in hier. Ik zie er nog eentje lopen. Oh, nee, dat is een dodo. You never know. Oh, hier loopt een andere Lystrosaurus. Ik denk al, ik zag er nog eentje lopen. En hoe kan ik missen met de scope van zo verschrikkelijk dichtbij? Zo. Aap. Opgelost. Probleem opgelost, dames en heren. Wij zijn er zo weer, denk ik. Nope. Hij moet er nog één. En die gaat hij al bijna eten. Dus we kunnen net zo goed gewoon heel even wachten. Ook vond ik nog een drop. Ik probeer veel de drops bij langs te gaan. Waar ze requesten voor. Dus dat probeer ik super veel te doen. En ik vond een Apprentice Capra Suicidal. Met 42,5% armor. Dat is bijna dubbele armor. Wat of dat een normaal zadel heeft. En als ik hem dan dus ga craften in mijn inventory. Wat kost die eigenlijk? Heb ik niet gewoon alles al? Chitin, beetje fiber, beetje hide. Wat heb jij bij je? Heb ik nog kills gemaakt met jou? Chitin, hide, fiber heb ik niet bij me.
Oké, okay, beetje fiber, geen probleem. Ik heb geen sikkel bij me, dus we moeten gewoon heel even zo. Beetje fiber. Nog een beetje meer fiber. Volgens mij. Oh mijn god, in tijd hebben we de teen van Iguanodon al gemist. Omdat we de Capresuga zadel probeerden te maken. Dan laten we eens heel even kijken. Volgens mij kunnen we nu dat zadel maken. Holy crap, ik moet nog 40 fiber, dat is genoeg. Co, fiber. Nee, fiber. Bestjes is goed, maar ik wil fiber. Ja, dat is 20 fiber. Geef me maar iets meer fiber. Iets meer fiber. Yes, nog eens een keer 20 fiber. Hier gaan we. Volgens mij kunnen we nu het zadel maken. Dat kunnen we maken. Hij begint op 42,5. Maar doordat wij een crafting skill van 200% hebben, gaan we nu 42,9. Oké. Okay. Yes, onze Iguanodon. Level 200. 17, dames en heren. Oh, yes, yes, yes. En ik vind het mooi. Ik vind het bruine super mooi. Mag ik mijn kibbel terug? Dan mag jij wel wat bestjes eten. Alsjeblieft. Oh, die Stimberries, die eet hij waarschijnlijk niet. Dus zullen we die maar gewoon weggooien. 2200 HP, 860 stamina. 343,4% melee damage. 607 weight. Maar dan gaan we hem niet op level. We gaan deze ook weer level op movement speed. Daarom, Iguanodon zijn cool. Iguanodon is ideaal om ver mee te reizen. Ik weet niet helemaal of dat in deze map even goed werkt als in de island map. Maar we gaan weer proberen. Ik ga. Oh, jumbo! Jullie me schrikken. Jij bosjes, man. Nee. Passief. Iguanodon, passief. Let's go. We gaan back to base, dames en heren. En dan zie ik jullie zo weer. Hebben we een zadel nodig? Is het daar veilig? Het is daar veilig. We gaan daar gewoon langs. Die beer, die kunnen we wel hebben, dames en heren. Tot zo. Oh. Hey! Nee! Oh mijn god. Deze Megatherium hier, die had een booster omdat hij... Oh, beestjes op heeft gevreten. Ik weet niet welk level of dat die is, maar... Onze Iguanodon heeft het dus niet gehaald. Ik zei nog, is het hier veilig? Ja, het is hier veilig. Oh mijn god, je ark, je game. Ik zal je, Megatherium. Nee, ga niet proberen te vluchten. Oh god, verliezen we boomtijger hier aan. Ik zal je, ik heb een hele aflevering gespendeerd aan een beetje kibbel te krijgen. De kibbel heb ik gespendeerd aan een thema. Nou vreet jij die thema op, je Megatherium. Hoe lang duurt jouw power buff nog? Ongelooflijk, wat doet hij je damage. Oh mijn god. Ik weet niet welk level hij was. Maar holy damn, wat heeft hij een damage gedaan. We waren daadwerkelijk bijna echt boomtijger kwijt. Ongelooflijk, wat een afzetterij is dit. Het grote nadeel is, onze Iguanodon is dood. Onze Iguanodon van level 217, onze mooi gekleurde Iguanodon. Dus dat houdt in dat mijn video niet op tijd online gaat komen. Want dan moet ik nu op zoek naar een nieuwe Iguanodon. En ik denk dat we daar onze Wyvern voor gebruiken. Ik denk dat dat het beste is. Laten we onze Wyvern maar even ophalen. En laten we die maar eens even proberen te gaan gebruiken. Oh, je bent te dik. Dat is geen probleem. Zo, probleem opgelost. Want ik zou graag de boomtijger gebruiken. Maar ik denk dat boomtijger momenteel even een moment rust nodig is. Om een beetje te genezen van alles wat er is gebeurd. Krijg geen full damage. Holy damn, krijgen we nog full damage ook. Ongelooflijk, mensen. Ik had het gewoon niet verwacht. We waren die beer even aan het afmaken. Zodat die beer ons niet aan kon vallen. En die Megatherium die maakt wat mieren dood. En die kreeg die power buff. En die hit gewoon 3 keer. En ongelooflijk. 3 keer was onze Iguanodon zijn 2k HP kwijt. Megatheriums die zijn OP. Gewoon verschrikkelijk OP. Hebben jullie inmiddels al meer eitjes voor mij gelegd? Want jullie zijn goed in eitjes leggen. Eens even kijken. Hebben jullie meer eitjes gelegd? 1. Really? Is dat alles? Nou weet... Oh crap, nou heb ik die net poeper uit... Nah, never mind. Let's go. Oké. Holy damn. Arme boomtijger. Arme Iguanodon. Voordat hij een naam kon krijgen was hij al dood. Ik weet niet wat het is met deze map, maar ongelooflijk. Ik heb altijd het zwaar in deze map. Ongelooflijk vet. Ongelooflijk gaaf. Wij geven niet op. Wij geven nooit op, dames en heren. Ice Wyvern, waar ben je? Hier is Ice Wyvern. We gaan verder. Ice Wyvern, let's go. We gaan op zoek naar een nieuwe. Oh mijn god. Ik wil een Iggy. Ik wil mijn Iggy terug. Dat was het hele idee van deze thema. Nou is Iggy dood. Al voordat hij überhaupt de base had bereikt. Als hij een zadel had gehad, had hij misschien langer kunnen overleven. Maar helaas had hij nog geen zadel. En we kunnen wel vrij weinig zien hier. Dus het zoeken wordt nog lastig ook. Ongelooflijk, wat baal ik weer. Dames en heren, wij zijn er zo weer. Mijn god, het geluk is dan toch uiteindelijk nog een beetje aan mijn zijde. Gaan we dan nog een verbetering vinden van die Iguanodon die we origineel wouden temmen. Die we dood hebben laten gaan. Ik hoop het. Eerst moeten we eens kijken of wij überhaupt onze Wyvern kunnen landen. Oh, ja. Nee. Oké, okay. Wacht even. Dit is een Wyvern. Hij kan misschien wel een beetje vliegen, maar landen... Nee. Dude. Land. Oh, mijn god. Oké, okay, ja.
Dan kunnen we nog omdraaien. Duurt ook maar een half uurtje. Even deze Tyrannosaurus. Was mijn level 15, maar ongelooflijk. Wat was dat de moeite? En waar is die Iguanodon heen? Oké, hier is die Iguanodon. Die Iguanodon mag alles behalve naar beneden vallen. Dus, I don't know. We kunnen onze gun natuurlijk niet pakken terwijl we op onze Wyvern zitten. Maar hij kan natuurlijk wel aggroën op onze Wyvern. Dat zou natuurlijk moeten lukken. Die andere was met 3, 5, 6 pijltjes aan Noki. Dus ik verwacht dat deze... Oh, wacht even. Er is nog een schildpad met erg veel ballen. Ik heb geen idee. Hij loopt nou weer weg. Hij negeert me nou weer. Ik won het dan. Als ik nou dismount, zit hij niet meer vast. Dus we moeten heel even wachten tot hij zich omdraait, denk ik. Oké, zit hij nog wel vast? Oeps, daar hitte ik mijn Wyvern. Hoe of dat ik daar mijn Wyvern hitte, ik heb geen idee. Jullie konden het allemaal zien, dat was nooit in de buurt van mijn Wyvern. Maar goed, maakt niet zo heel veel uit. Als het goed is, kan hij nou niet van de rand afrennen. Hoewel het is natuurlijk een wilde dino die het altijd wel weer presteert om enigszins weg te rennen van de rand af. Het is Ark, mensen. Het is Ark en dat waren nog maar 3 darts. Dus we hebben er nog minimaal 3 te gaan. Niet bewegen, Wyvern. Wyvern, niet bewegen. Oh yes, dat was toch nog een hit, ondanks ik dacht dat hij misging. Soms is het ook beter om gewoon niet te mekken. Bom. Dan. De enige vraag is, gaat die Rex ons aanvallen? Nee. De enige vraag die of dat ik nu heb, zal mijn 4 kibbel het volhouden en enigszins genoeg zijn voor deze level 150 Iguanodon? I don't know. Ik weet het echt niet, mensen. Wel weet ik dat wij gewoon met de Wyvern hem op gaan pakken en hem meenemen naar huis. Oh, je broek. Oké, matchups. Laat maar. Ik had er weer de verkeerde naam. Oké, de Rex die is naar beneden vertrokken. Wij gaan hem hier bewaken als een havik. Wij moeten hier goed op letten. Volgens mij duurt de aflevering al vrij lang, dus zijn wij er zo weer. Lijkt de aflevering duurt al vrij lang. Maar hier, het moment is bijna daar. Gelukkig verliezen die Iguanodons zijn honger supersnel. En hij zou nu moeten temmen met de volgende kibbel. Of nog net niet, 33,6. Volgens mij net niet. Oh mijn god, ga je dat menen? Really? Nee, tem gewoon. Nee, toe, tem. Please. Game. Oh, come on. Je kan het. Je kunt het. Oh. Yes. En ik klink misschien een beetje... Oh. We hebben geen besjes gefarmd om hem te kunnen voeren. Ik klink misschien een beetje overdreven vrolijk. Maar wow. Vergeet niet, dames en heren. Dit is de tweede team die ik heb gedaan. De aflevering duurt inderdaad al veel te lang. En dat komt gewoon... Oh my gosh. En die Microraptors, dat viel tegen. En je zult het zien, hè. Ik vlieg hier deze kant op zoek naar een goed level Iguanodon. En wat komen we tegen? 3 Microraptor vrouwtjes. Allemaal low level. Geen lang gras eromheen. Dus die hadden we super makkelijk kunnen temmen. Het bijzondere is hier wel, we hebben hier 500 HP minder. Beetje stamina meer. Beetje meer weight. En minder melee damage. Nee, 266. Hij heeft 20% melee damage meer. Dus, hij was hoog geleveld. Maar de statistieken waar wij om geven, heeft hij minder levels in gespendeerd. Dus, hij is niet beter als die andere. Maar goed, we hebben hier nou ook een Iggy. Hier op deze server. En ik moet zeggen, mijn Wyvern die voelt altijd zo langzaam. Maar hij is helemaal niet langzaam. Ik heb mijn Archie erachter vliegen. En die Archie die voelt vrij snel. Maar de Archie vloog erachteraan. En zelfs zonder dat ik shift inhield, vloog mijn Wyvern vele malen sneller als dat mijn Archie vliegt. En ik weet niet waarom. Maar hij voelt gewoon zo traag. Dat is vast omdat hij zijn vleugels zo traag is. Zo majesteus beweegt. Ik denk dat er een deel van de reden is waarom hij traag voelt. Maar hij is dus gewoon veel sneller als welke andere flyer van mij dan ook. Maar ik denk niet dat wij hier een tussenlanding gaan maken. Ik denk dat wij wel zo heel gauw even back to base zullen moeten, mensen. En zoals ik zei, de aflevering die duurde lang. Het lukt mij de afgelopen dagen steeds niet om de aflevering tot een normale tijd te houden. De afleveringen die duren minimaal 5 tot 10 minuten, wauw, langer als dat ik ze normaal maak. En ik weet het niet, sommige mensen zijn er dol op, sommige mensen niet. Maar het is nou eenmaal zo. Ik heb content wat ik wil laten zien en ik heb er een hekel aan om de dingen uit te knippen. Want dan zijn er weer dingen wat ik heb gezegd en dan weer niet heb gezegd. Omdat ik... Oh, jullie weten wat ik bedoel. Ik heb nog zoveel te vertellen. Ik heb nog zoveel te bespreken met jullie. Maar eerst gaan we back to base. Zetten we die Iguanodon veilig neer en zullen we toch afscheid van elkaar moeten nemen, mensen. Maar
We gaan natuurlijk wel heel even kijken of we een screenshot kunnen farmen van ons Iguanodon. Oh yes, we hebben een Iguanodon, we hebben een Iggy en we hebben Microraptors mogen temmen. Dus het was zeker een fruitvolle aflevering. Dat stukje dat ik die ene Iguanodon dood heb laten gaan. Nevermind, dat knippen we er gewoon uit of iets in die richting. Ik weet het nog niet helemaal. Nee, we laten het er gewoon in. Jullie kennen mij. Waar zit ik op vast? Oké, dankjewel. Kom, Iguanodon, kom. Dames en heren, Iguanodon en ik, hier. Holy crap, dat deed je gaaf. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En, zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. Appetje. Oh.